Het ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt het incident waarbij de vorige week in Frans-Guyana 3 Franse militairen zijn omgekomen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het incident zich heeft voorgedaan in een gebied in het binnenland van Frans-Guyana, ongeveer 40 tot 60 kilometer verwijderd van de grensplaats Maripasoula. Suriname heeft inmiddels ook zijn medeleven betuigd aan de Franse regering. Voorts meldt het ministerie dat de besprekingen met de Fransen over de vaststelling van de grens constructief verlopen. De verwachting is dat binnen niet al te lange tijd er een oplossing komt in het grensgeschil.